rechterkant. En die zitten hier altijd, dat zijn onze vaste bewoners. Nu krijgen we dus een enger gedeelte, een verenging. En nu komen we van de Oude Maas, komen we dus op de eerste grindplas. En je gaat dat duidelijk zien. Dus deze grindplas met langs de boorden allemaal de willigen. En dan aan onze andere kant, aan deze rechterkant hier, zien we natuurlijk het gebied Kerkeweert en het natuurgebied hier voor ons. En nu ook wat heel, heel specifiek is voor dit, je ziet daar de fietsers. Het wandelpad is onder langs de boorden van de Oude Maas. Je kunt dus hier wandelen, volledig rond deze plassen en ook over die nieuwe zomerdijk naar de boeien toe. En dan heb je een wandeling gemaakt van ongeveer 7,2 kilometer. Jullie hebben hier ook de zogenaamde tentvlotten? Ja, hier heb je ze liggen. Hè. Hier liggen ze, de kampeervlotten. En die zijn ongeveer 25 vierkante meter groot. En je ziet, daar kun je dan met 4 volwassen personen kun je daarop verblijven. Ofwel met 2 volwassenen en 3 kinderen. En wat biedt zo'n tent dan? Je ziet alleen dus mooi een afdak er bovenoverheen. Een tentzeil voor een klein beetje privacy te krijgen. En dan moet je ook goed kijken, ze krijgen allemaal een klein tafeltje mee. En dan natuurlijk een vuurtje om wat eten klaar te maken. En dan is, je ziet de mensen genieten daar. Hè. Terug naar de natuur. Maar er is dus een enorme animo voor. Oh ja, dit is één groot succes. En de mensen die dus een paar nachten hebben doorgebracht, die zeggen wel, dit is enig. Daar komt onze aanlegsteiger in zicht. Hier zien wij, aan die kant van ons, zien wij natuurlijk de nieuwe aangelegde zomerdijk. Die zomerdijk. He, dus we zitten hier dus op de grindplassen, dan heb je onze nieuwe aangelegde zomerdijk die wat hier van het gebied Kerkeweert dus gewoon rechtdoor getrokken is, enfin, niet rechtdoor, dus in de bocht getrokken is richting Boeien. En dan krijgen wij dus de twee plassen. We krijgen aan Nederlandse zijde krijgen we dan de Oostplas en aan Belgische zijde krijgen we de Westplas.